Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Roots. Vandaag is het onderwerp wc-rollenkunst. En ik ga jullie uitleggen hoe je iets leuks kunt doen met al die lege wc-rollen of keukenrollen die je mogelijk hebt lopen hamsteren. Wat heb je nodig? Uiteraard wc-rollen of keukenrollen. Een schaar, lijm en paperclips zijn niet noodzakelijk, maar wel heel handig. Om te beginnen knip je de wc-rol in stukken. Het is mooi als ze gelijk zijn. Vervolgens doe je een beetje lijm erop. Mag gewoon een hobbylijm zijn. Je vouwt ze een beetje dubbel tot puntjes. En nu kan je hem of zo laten drogen, of als je paperclips hebt, er even een paperclip op zetten. Of knijpers misschien. Of knijpers, ook handig. Kan ook nieten als je van snel houdt, maar dan blijf je wel de nietjes zien. En door er een aantal aan elkaar te maken, kun je op die manier een bloem creëren. Net als in een kookprogramma heb ik natuurlijk hier alvast een voorbeeld klaar liggen. Je kan hem voller maken door veel meer stukjes te doen. En als je genoeg wc-rollen hebt, kun je hier natuurlijk allerlei uitspattingen mee doen. Zoals in een kom een schaal maken. Diverse abstracte figuren. Of zelfs in je badkamer of toilet een hele sierwand. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. Dit was het weer voor vandaag. We hopen dat jullie iedere dag blij te maken met een nieuwe activiteit. Bedankt voor het kijken.